Goedemorgen, lieve AVR's. Welkom bij het allereerste vlog van Vrouw 2. We zijn Vrouw 1. Ik ben Eva en dit is... Tamara. Wij spelen in Aalsmeer. Tegen FC Aalsmeer. En we hebben 5 gewonnen. En dit wordt wedstrijd 6, waar we weer voor de winst gaan. Maar we moeten niet te hoog inzetten, want... Lotte heeft er zin in. Ja, we hebben nog van alles te verliezen. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Lekker uitgeslapen. Yes. Corner. Lotte gaat de corner nemen. Ze pakt de bal. Gaan we zo op het stipje leggen. Ja, oké, ze neemt een aanloop. Manu staat te bewegen. Wen, Mau staat er. Oh, hij komt een beetje te kort. Dus kunnen we eigenlijk maar... Oké, Klauw heeft nog de bal. Ja, die schiet er naar voren. Manu, andere kant van het veld. Andere kant van het veld. Kunnen ze die bal niet pakken? Oh, lekker aan. Top. Hallo allemaal, daar zijn we weer. Ondertussen hebben we 45 minuten gespeeld met de stand 0-0. Ja, het is best wel pittig. Maar echt, kansen zijn er ook niet. Nee. Dat is jammer. Ja, dat is heel jammer. En we lopen nu naar de kleedkamer om hopelijk wat goede tips te krijgen, ja. Right? We laten ons weer inspireren voor de tweede helft. Wie weet. We zijn net bemoedigd door onze coaches. We gaan scoren. Dat is het plan. En de opstelling is een beetje veranderd. Opstelling, wat feller op de bal, weet je, wij moeten hem hebben en ook wat meer voorin. We moeten wat meer pushen voorin. Het doelpunt gaat vallen, de tweede helft. Binnen 5 minuten, watch out. Keep watching. Doe maar. Lotte erbij, kom dan, hè. Je bent hier op deze positie. Waar ben je? Hier, Hallo lieve bekijkers, we kijken best wel een beetje chagrijnig. Ja, want vandaag was de... nieuws. Net niet wedstrijd. Nou, nee. Het was... We hebben wel 3-0 verloren, maar we hebben ook wel 15 keer net niet gescoord. Gewoon, ja, denk echt ik. Net niet. En we hebben nog wel een doelpunt gescoord, denk je, yes. Maar dat was, was niet buitenspel, maar zo werd hij wel gegeven. Ja. Dus afgekeurd. Dus nu zijn we echt wel een beetje aan balen, want we gingen gewoon super goed. Maar we hebben nu... Het is gewoon een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Dus we gaan hem zo snel mogelijk vergeten. Zwarte bladzijde. Nee, maar we hebben volgende week vrij, want het zijn de bekerwedstrijden, spelen we niet. Week daarna tegen Roda gaan we weer voor. De nummer 1. Het wordt moeilijk, maar we weten nu wat ons te doen staat. Ja. Namelijk winnen. Maar we baden wel. Ja.